Op verschillende plaatsen in Dordrecht, zoals bij Camping Het Vissertje, in Stadspolders en op de Staart, komen er mezenkastjes te hangen. De nieuwe bewoners van die kastjes die zorgen ervoor dat het bestaan van de eikenprocessierups verminderd wordt. Ja, dat klopt. Dat is een pimpelmeeskastje. Ja. En we hangen verder ook koolmeeskastjes op en vleermuizenkasten. En dat doen we om de processie eikenrups te verminderen of in ieder geval te proberen. Nou, de vleermuizen die vangen dus de vlinders van de eikenprocessierups. En de koolmeesjes en de meesjes die vangen de rups zelf. Die kastjes die worden in elkaar gezet door mensen met een verstandelijke beperking. Ja. En er komen nog veel meer kastjes bij later. Dus nu hebben we er zover 30 opgehangen. Ja. In heel Dordrecht? Ja, door heel Dordrecht. Ja. En het materiaal van die kastjes, kan je daar iets over vertellen? Is dat nog hout dat ergens vandaan komt? Dat komt van de essentakken. Ja, dat is dus de essentakkensterfte. En de gemeente moet die bomen dus kappen. En dat hout wordt dus mooi gebruikt om nestkastjes van te maken.